Sonja Becker verhuisde haar winkel De Rode Molen begin dit jaar van de Molenstraat naar het Schokland. Hoe bevalt het haar? Nou, fantastisch. Ja, het is net alsof ik hier woon. Zo geweldig vind ik het. Ja. Ik ben 13 jaar geleden begonnen aan de Molenstraat. En toen moesten we natuurlijk een naam verzinnen. En nou, Molenstraat, heel vroeger heeft daar een rode molen gestaan. En toen dachten we van, god, eigenlijk best wel leuk. Want stel dat die winkel nou niet loopt, nou, kunnen we altijd nog een nachtclub beginnen. Ja, Le Moulin Rouge natuurlijk. Ja, precies, de Moulin Rouge. Ja. Dus nou, dat was eigenlijk een beetje gekkigheid hoor. Maar, en na 8 jaar had ik eigenlijk wel zin om een keer wat anders te gaan doen. En toen kwam ik Annette natuurlijk tegen, want Annette was mijn buurvrouw. Die had een galerie daar en die stopte met de galerie. En nou, toen zijn we samen gegaan. 5 jaar hebben we het gewoon heel leuk gehad met elkaar. En, maar ja, toch op een gegeven moment had ik toch behoefte om toch wel iets meer, wat kleiner weer en wat intiemer en toch wat meer mijn eigen pad te volgen. Ik heb al jaren, eigenlijk vanaf het begin, dat Hanna mij helpt. En dit is gewoon mijn steun en toeverlaat. Je woont niet alleen, hè? Je woont samen hier. Ik woon samen, ja, met al mijn poppen en al mijn spullen. Ja, maar ook een heleboel schilderijen. En een heleboel schilderijen. En wat voor schilderijen. Prachtige kunst van de kunstenaar Luc. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat is echt een hele mooie aanvulling op mijn winkel. Je bent een heel veel jaren geleden begonnen hiermee. Maar hoe kwam je daar eigenlijk bij? Om met de winkel te beginnen? Ja, passie voor kleding, hè. Als klein kind al kleedde ik mij dagelijks 2 of 3 keer om, bij wijze van. En ik heb dat altijd gewoon heel erg leuk gevonden. Ik heb nooit met poppen gespeeld trouwens. Dat had ik dan weer niet. Maar ik ben echt dol op kleding. En ik vind het heel erg leuk om de poppen nu aan te kleden. En leuk te combineren. Leuk etalage te maken. En dat is trouwens ook nog iets wat ik heel belangrijk vind. Het is vintage kleding. Hè? Kleding uit de jaren 60, jaren 70. Dat vind ik heel erg interessant.